Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, vat de klachten over de lange wachttijden van visumaanvragen serieus op. Het ministerie is in de afgelopen maanden overspoeld geworden met klachten van burgers over deze lange wachttijden voor visa voor de Schengenlanden en de Verenigde Staten van Amerika. De wachttijden variëren van 3 tot 5 maanden voor de gevallen van bijvoorbeeld Nederland. Dit veroorzaakt veel ongerief voor personen die moeten afreizen vanwege een spoedeisend karakter. Het ministerie van BIBIS heeft begin dit jaar gesprekken gevoerd met desbetreffende ambassades en navolging gegeven middels diplomatieke notas om de issue onder de aandacht te brengen. Het ministerie is de verzekering gegeven dat de visumverlenging spoedig zal worden opgeschaald.